Martin, gefeliciteerd. Een achtste plek, een mooie prestatie. Ja, super tevreden. We hebben met z'n allen keihard naartoe gewerkt. Met het hele team, jongens, die hier staan. Dus nee, we zijn hartstikke blij. We hebben ingezet ook op top 10. He, niet hard van stapel lopen, constant rijden. Nou, dat hebben we gedaan. Dan stonden we elke kort na de rustdag al veilig. De zevende plek. Nou, we zijn iets naar achteren gegaan. Nou, de laatste vier dagen kreeg Wouter al last van een hoop blessure. Die had een fikse tik gehad. Dus we konden niet meer aanzetten en pushen. Was ook niet meer nodig voor de punten, laat maar zeggen. Dus we hebben de laatste vier dagen veilig naar de achtste positie generaal gereden. Overal. Dus nee, dik tevreden. En dit moest eerst maar eens even gebeuren. Dat was wel belangrijk. Riewoldt had natuurlijk ook weer problemen. Dus ja, voor ons de schone taak om het dan toch wel af te maken. En dan kan je weer voortbeduren. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we dit goed kunnen gebruiken, ook voor de sponsors. We zien dat de potentie er is. We hebben zesde gelegen, veel zevende plaatsen. Ik kan harder, maar de truc was natuurlijk helemaal nieuw. We hadden niet getest. Ja, ik hem dan weer afschrijven in de eerste of tweede week. Dan heeft iedereen natuurlijk het weer beter. Van heeft het hard gereden. Nou, we hebben nu ook hard gereden, maar het kan een tandje harder. Alleen, dat is een duur test. Die nemen we mee naar de volgende keer? Ja, dus nee, ik op naar volgend jaar. Zeker.